En vandaag een video over één van de meest gestelde vragen, en dat is puppybijten. En puppybijten, dat hoort er gewoon bij. Ik heb daar wat aandacht aan geschonken in de video's van Harley en ook wel van Coco, dat je dan moet gaan ruilen. Maar ik zocht eigenlijk een beter voorbeeld. Dus eigenlijk zocht ik een pup die extreem beet. Dus een pup die jullie niet willen hebben en waar ik op zat te wachten. Nou, ik heb er lang op moeten wachten, maar Mireille die kwam binnen en die zegt, nou, deze pup, die bijt wel zo vreselijk. Je kan geen stap normaal lopen. Hij bijt in je handen, hij bijt in je broek. En hij laat gewoon niet meer los. Maar dan ook echt gewoon niet. En je ziet gewoon, het is een menis. Hè? Schudden met zijn kop, prooi doden, zeg maar. Dus ik wachtte op deze pup. Dus ik ben blij dat ik die eindelijk heb, zodat ik deze video kan maken. Nou goed, Mireille die heeft mijn hulp dus ingeroepen voor deze 8 weken oude pup. Hier zag je hem. Hij bijt gewoon echt in je benen. Straks, later in de video, dan zie je dat hij mij ook echt zeer doet. En dan kan je ook horen hoe gemeen Mireille dan gaat lachen. Maar dat voor later. Ja, puppybijten. Puppybijten is dus normaal gedrag. En op het moment dat je dat gaat afstraffen, je pup gaat slaan, hard tegen hem praten, foei zeggen, dat heeft allemaal geen zin. Je beste optie is om te ruilen. Dat heb ik al vaker gezegd, maar in deze video kan ik het mooi laten zien dat het echt werkt. Want wat krijg ik namelijk? Ik krijg mensen die zeggen, ja, maar hij heeft geen interesse in de puppystick. En dat kan zijn de Ekkie-stick of de Ekkie-touwstick. Ik heb hier de Ekkie-touwstick. En je ziet dat deze pup ook geen interesse heeft in een puppy-touwstick. Maar geloof één ding. Op het moment dat jouw pup heel graag wil bijten in jouw broekspijpen, in je handen, in je mouwen en noem het allemaal maar op, dan krijg je hem echt aan het bijten op een Ekkie-stick of een puppy-touwstick. Dat is een kwestie van tijd. Dat moet je volhouden. Het probleem is dat mensen elke keer nieuwe manieren gaan bedenken om het puppybijten af te leren. En dat gaat niet werken, nooit. Dat kan je echt vergeten. Dus je moet volhouden. Volhouden met de touwstick, precies wat ik hier aan het doen ben. En dan heb ik ineens resultaat. En dan laat ik hem trots rondlopen met die puppy touwstick. Want dan leert hij van, hey, wacht even, dat is veel leuker dan in een broekspijt bijten. Dat vindt hij leuk, daar mag ik mee doorgaan. Dan word ik niet meer afgeleid en dan kunnen we rustig gaan wandelen. He, je zag net, je kon geen stap verzetten met deze hond. En nu, met die puppy touwstick in zijn bek, dan kan ik al een stukje lopen. Ideaal? Nee, maar je ziet zo direct aan het einde van de video, zie je dat ik in één trainingssessie normaal kan wandelen met deze pup, zonder dat hij in mijn broekspijpen bijt. Ja, voor wie echt goed aan het opletten is en meerdere video's van me gezien heeft, die zal vast zeggen van, joh, gaat niet helemaal goed, hè, met het leren lopen aan het lijntje. Nou, dat klopt ook, want daar ben ik in dit geval helemaal niet mee bezig. De enige focus die ik op dit moment heb, dat is dat die pup niet in mijn broekspijpen, handen en mouwen aan het bijten is. Want je kan met deze pup gewoon geen stap fatsoenlijk lopen. Dus het belangrijkste op dit moment is het bijten van die puppy afleren. Nou, dat doe ik in dit geval dus met touwpuppystick. En op het moment dat hij hem laat vallen, dan pak je de touwpuppystick pak je op. En op het moment dat hij weer gaat bijten, dan hoef je bij deze pup niet zo heel lang op te wachten, dan druk je de puppystick weer in zijn bekkie, in het kleine Pac-Man bekkie. En dan breng je hem in beweging. Dat is belangrijk, want op het moment dat je stil gaat staan, dan zou hij die touwstick uit zijn bekkie laten vallen. Want dan vindt hij er niks meer aan. Dus de kunst is eigenlijk, hij gaat bijten in je broekspijpen of in je schoenen, je veters. En op dat moment dan bied je hem de touwstick aan en dan breng je hem direct in beweging. Dus je laat hem lopen en dan houdt hij hem vast in zijn bekkie. Blijf je stilstaan en gewoon naar hem kijken, gegarandeerd dat hij hem los gaat laten. Ja, dus in beweging brengen zoals je hier ziet, hem echt meelokken. En op een gegeven moment dan zie je dat hij een soort van trots gaat lopen met die touwstick. Hier moet je hem zien gaan. Ja, hier word ik altijd blij van. Want dan, dat is het teken dat het gaat werken. En als je hem laat vallen, gewoon weer oppakken en van voren af aan beginnen. Dit is niet makkelijk. Dus je moet er niet te licht over denken. Ik maak nu even snel tussen aanhalingstekens een video. Komt ook omdat ik dit heel vaak gedaan heb. Dus ik weet gewoon, ik moet dit volhouden. Maar heel veel mensen zouden nu al opgeven. Hè? Van, oh ja, hij wil de touwstick wil hij niet pakken. Maar je moet het niet opgeven. Je moet ermee doorgaan. Op dezelfde manier. En dat is eigenlijk hetgeen
dat is eigenlijk het belangrijkste van deze hele video, is dat ik mailtjes krijg. En geloof me, dat zijn er echt een paar keer per dag wat gaat over puppybijten. En dan zeggen ze van ja, hij wil de ruilstik wil hij niet pakken. Daar heeft hij geen interesse voor. En ik heb dit al geprobeerd en ik heb dat al geprobeerd en ik heb zus al geprobeerd en ik heb zo al geprobeerd. En juist dat is de fout die mensen maken. Ze gaan elke keer andere dingen proberen. Lezen weer op internet, Jantje zegt dit en Pietje zegt dat. Maar die hond die raakt ervan in de waar. Eén methode handhaven en ruilen blijft je beste optie. Ja, en hier komt dan het stukje leedvermaak waar ik het over had. Ja, en dan zeker in de situatie wat je net zag, is dat als zo'n hondje je echt pijn doet, dan verlies je geduld niet. Dus geef hem geen klap, ruk niet aan de lijn, ga niet keihard tegen hem schreeuwen, of erger nog, schop hem niet, of nou ja, noem eens wat. Dat heeft gewoon geen zin. En ik snap het, hè. Als dat meerdere malen gebeurt, deze pup die heeft me echt al vaak in mijn handen en in mijn benen gebeten. Je moet echt je geduld bewaren, want dat is je beste optie. Geduld bewaren en ruilen. Ruilen met de sticks. Ja, de sticks, daar moet ik het nog eventjes over hebben. Waarom gebruik ik nou eigenlijk een puppy ecky stick of een puppy touwstick? Dat is eigenlijk heel simpel, want het is ontzettend makkelijk om mee te nemen. Ze wegen nagenoeg niks, dus het is gewoon geschikt voor pupjes vanaf 8 weken van alle rassen wel. Zijn eigenlijk maar heel weinig hondjes, misschien een dwergtekkeltje die hem niet op kan pakken. Maar voor de rest, kunnen alle hondjes die kunnen daar mee in het bekkie lopen. Waarom twee verschillende soorten? Nou, dat is heel simpel. We hebben de Eggy Puppy Sticks, wat je nu in beeld ziet. Die hebben we en dat is gemaakt van natuurrubber. Daar zitten geen weekmakers in, geen giftige stoffen, geen kleurstoffen, etc. En die zijn makkelijk schoon te maken. Flexibel ook. Daar zijn soms wat leveringsproblemen mee. En toen hebben we bedacht van joh, omdat die leveringsproblemen er zijn, want die laat ik zelf maken, dus dat is een eigen product. Die komen uit India. Door corona komen ze niet altijd op tijd binnen. Op het moment van inspreken van deze video heb ik ze niet. Dus dat zal waarschijnlijk nog een week een dag of 40 duren. Hè, want ze komen met een zeecontainer. En toen hebben we een jaar geleden ongeveer hebben we de touwpuppysticks ontwikkeld. En die touwpuppysticks die hebben dezelfde vorm, dezelfde afmeting en dezelfde gewicht. Dus het heeft exact dezelfde functie als een ecky puppystick. Het enige is dat een ecky puppystick is iets makkelijker schoon te maken. Want dat is van natuurrubber en dat touw dat kan vies worden. Ja, dat kan je gewoon niet zo makkelijk schoonmaken. Maar dat is eigenlijk het enige verschil, hè? Want de functie is hetzelfde, gewicht, vorm. En afmetingen, dus het werkt gewoon exact hetzelfde. Ja, en dan volgt er nu het volgende stukje leedvermaak. En ik heb die beelden er niet in gelaten, omdat ik dat zo leuk vind. Maar ik heb die beelden er bewust in gelaten, zodat jullie zien dat het mij ook gebeurt en dat het mij ook zeer doet en dat ik vol moet houden. Ah, ja, 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 ja. Auw, dat doet toch zeer. Nee. Zo. Goed zo. Prima. Hierin bijten. Kom maar. Hierin bijten. Goed zo. Oh. Ai, joh. Je zit gewoon te lachen, jij, of niet? Ja. Ai. Ah. Oh. Zo, wat bijt die hard, zeg. Ja, dat is een goeie. Ja, zo zie je maar weer. Van je vrouw moet je het hebben. Zelden een pupje gehad die zo extreem beet. En dan, ik heb wel pupjes gehad die aan puppybijten deden. Maar deze die heeft echt een soort van klem. Die heeft hem echt gewoon goed vast, hoor dan. Gewoon ook kapot, hè? Ja. Ik zei dat hij beet. Ja, dus deze pup die bijt ook gewoon echt je broek kapot. En echt gewoon blauwe plekken en gaatjes in je benen. En in mijn handen. En wie een beetje opgelet heeft, die zag net dat hij in mijn hand beet.
En dat ik mijn hand ook niet wegtrok. En dat doe ik bewust, want hij moet niet het idee krijgen dat dat enig effect heeft. Ja, en dan eindelijk, na een minuut of 10, heb ik resultaat. En dan geeft de pup het op. Dan denkt hij van, hé, weet je, ik kan ook gewoon lopen zonder te bijten. En dan gaat het best heel redelijk. Het lopen aan dat lijntje netjes, dat gaat natuurlijk nog helemaal niet zo goed. Maar wat ik al eerder zei, het gaat me er nu om dat hij loopt en dat hij niet overal in aan het bijten is. Ja, en dat stukje, dat gaat echt wel goed nu. Ja, en dat wil dus niet zeggen dat hij dat, als ik hem een paar uur later weer pak en ik ga een stukje lopen, dat hij direct weer zo meeloopt zoals hij nu loopt, dus zonder dat hij bijten. Hij kijkt af en toe nog wel naar mijn broekspijpen. Maar dit gaat echt wel een stukje beter hoor, zo. Dus de volgende keer zou hij echt wel weer het gaan proberen eventjes. Maar honden zijn gewoontedieren. En op het moment dat je dit volhoudt, ja, dan geeft hij dat wel op. En dan duurt het niet zo lang meer. En dan kan je gewoon alle dagen fatsoenlijk met je hondje lopen. En dat is uiteindelijk het doel. En dat bijten, dat bewaart deze pup straks maar als hij pakwerk moet doen. En ik denk dat hij daar wel goed in gaat worden. Ja. Wat ook zo is, is op het moment... kijk, wij hebben de honden natuurlijk voor de sport. En wij willen dat hij straks de pakwerk gaat bijten. Dus op het moment dat je dit hardhandig zou gaan afleren bij de pup... dan bijt hij straks ook de pakwerken niet meer. Hè? Dus denk echt goed na. Nooit hardhandig afstraffen. Het is nog maar een baby. Hij weet het gewoon niet. Hij denkt gewoon, joh, ik moet puppy bijten. Dat doe ik in het nest ook. Ik moet mijn bijtrem moet ik leren kennen. Dat is hetgeen wat het puppy aan het doen is. Niks meer en monster. Niks meer. Ik heb de blauwe plek op mijn benen, dat weet ik zeker. Vind je het grappig? Ja, mijn ander wel. Mogen we weer oefenen? Nou, elke dag even oefenen. Hè? Is goed hoor. Zo is goed. Mm-hmm.